Welkom bij Rijnmond. Buurtbewoners ongerust na dodelijke schietpartij in Rotterdam-Noord. Maar dit is wel waar we mee te maken hebben in Rotterdam. Is die drugsmaffia die terroriseert buurten. Drugslabs in kinderrijke woonbuurten. Liquidaties op klaarlichte dag. Waarbij de hele buurt in feite gevaar loopt. Dit moet ophouden. Rens laat het symbool van corona op zijn lichaam vereeuwigen. Een wc-rol. Het product van het jaar. En Jan rijdt eigenlijk op de ambulance, maar springt nu bij op de IC. Dit was, ja, hoe vervelend ook door de COVID, een voor mij golden opportunity. Morgen wisselend bewolkt in onze regio. In de loop van de dag is een lichte regenbui niet helemaal ondenkbaar. Een maximumtemperatuur van slechts 12 graden en er staat duidelijk minder wind dan vandaag. Nou, meer over het weer kunt u terugvinden op rijnmond.nl. Welkom bij Rijnmond. 11 mei 2020. Het is de dag dat de coronaregels weer wat versoepeld kunnen worden. Dat zometeen. Want eerst hebben we aandacht voor de dodelijke schietpartij in Rotterdam-Noord, waarbij een 25-jarige jongen om het leven is gekomen. Het is zondagavond, 10:10. In het oude Noorden is deze jongen zijn workout aan het streamen via Facebook. En dan hoort hij dit. In de hele buurt worden de schoten van automatische wapens gehoord. Ik hoorde het buiten, ik dacht eerst wel van, is dat vuurwerk? Het klonk raar, regelmatig en onregelmatig tegelijk. We dachten op dat moment dat we vuurwerk hoorden, maar al vrij snel realiseerden van, dit is te hard en te onregelmatig. Volgens mij is dit een automatisch wapen. Toen ik hier kwam aanlopen was er ook, ik denk een wat oudere Marokkaanse vrouw die onder het lint doorliep en zo, die was helemaal in alle staten. Zag ik daar heel veel mensen staan, huilen, krijzen, gillen en werd een man gereanimeerd. Dus er waren al mensen bij. Volgens de buren was het wel duidelijk dat er twee mensen door dit pad heen renden en in de auto gesprongen waren en hard wegreden. Er waren twee mannen die met machinegeweren in een kinderrijke woonwijk iemand hebben neergeknald. En daarna met een sportauto zijn gevlucht. Ja, die kennen we alleen maar van het criminele milieu. Bij buurtbewoner en VVD-gemeenteraadslid Karremans overheerst de dag erna vooral de woede over de schietpartij. Dit gaat al je voorstelling te buiten. Dit is wel waar we mee te maken hebben in Rotterdam. Is die drugsmaffia die terroriseert buurten. Drugslabs in kinderrijke woonbuurten. Liquidaties op klaarlichte dag. Waarbij de hele buurt in feite gevaar loopt. Dit moet ophouden. Iedereen die drugs gebruikt kan zijn ogen niet sluiten voor deze afrekening, vindt de politicus. En dat de bredere maatschappij daar totaal geen besef van heeft. En wel schrikt als dit soort dingen in hun woonwijk gebeuren, maar vervolgens wel op een festival een pilletje staan te slikken en daarmee de vraag naar drugs in stand houden en dus ook die hele drugsmafia en dus ook dit soort liquidaties. De gemeente Rotterdam zou in de strijd tegen de drugscriminaliteit nog meer gebruik moeten maken van camera's die in de stad hangen, bijvoorbeeld om kentekens te scannen. Daar hebben we veel te weinig van. Weet je, dus ik wil dat daar een veel bredere dekking is, zodat dit soort jongens gewoon gepakt worden als ze dit soort taferelen uithalen in kinderrijke woonbuurten. En hoe zit het een dag na de schietpartij met het veiligheidsgevoel in het Liskwartier? Ik moet zeggen, voor mijn veiligheidsgevoel maakt het werkelijk niets uit. Want ik weet natuurlijk niet precies wat er gebeurd is, maar het speelt zich meestal toch af in kringen waar jij ver vanaf staat. Je ligt er toch wakker van. Ik denk dat ik pas rond 1 uur echt in slaap ben gevallen. Omdat je toch met dat idee zit van shit, de kleine van ons ligt aan de straatkant te slapen. Wat nou als opeens een kogel bij haar naar binnen vliegt? Ja, ik ben gewoon echt blij dat we naar school gaan. Omdat ik weer mijn vriendinnen kan zien en dat ik weer gewoon rustig mijn les kan volgen. Ik kon buiten spelen. Ik vind gym ook super leuk en dat heb ik heel erg gemist, want ik heb super lang niet kunnen gymmen. Bijna 2 maanden mochten ze niet naar school en moesten de papa's en mama's het thuis overnemen, dat onderwijs. Nu mogen de basisschoolleerlingen weer terug naar school. Met halve klassen of halve dagen. En daar is veel opluchting over bij ouders en kinderen en onderwijzers. Maar toch ook wel spanning, want het is anders dan anders. Ja, heel anders. Ja, zeker. Ja. Ik ben ook heel benieuwd. Ik heb ook vandaag niks gepland. Ik ga het gewoon zien met hoe het gaat. We moeten regelmatig onze handen wassen, tafels schoonmaken. En de klassen die zijn ook in 2 gedeeld. En moet de juf afstand houden? Eigenlijk wel, hè? Ja.
dat is lastig hoor, met kinderen. Ja, en met groep 8 is dat nog wel te bespreken. Maak me er zelf niet heel erg zorgen om, maar ik begrijp zeker dat dat best wel een ding is. Maar ja, we gaan het daar wel over hebben. En ook bij de andere, ik ga ze ook wel uitleggen, ook voor de andere leerkrachten moet je echt afstand houden. En ouders, die moeten hun kinderen bij het hek afzetten. Ze was de hele tijd thuis, dus was ja, een beetje druk met twee kinderen. Dus ik ben blij dat weer de uitstel van mij weer naar school gaat. Ja. En er werd ook wel het een en ander van u gevraagd. U moest gaan lesgeven als vader. Ja, klopt. Ja. Dus, ja, die uitstel van mij die is nog te doen. Maar die jongste van mij, ja, die heeft echt veel aandacht nodig. En je ouders kunnen vast niet zo goed lesgeven als de juf. Nee, mijn moeder is niet Nederlands, dus, maar het lukt me wel. Ze deed haar best? Ja. Maar over leerachterstanden maken ze zich hier niet zo druk. Nee, daar ben ik sowieso. Leerachterstanden, dat vind ik een beetje onzin. Nee, want ze hebben de afgelopen weken wel echt gewoon heel hard gewerkt. Wel is er zorg of deze versoepeling het virus mogelijk weer kan aanwakkeren. Want hoe ga je die kleintjes dat uitleggen, dat hè, die afstand bewaren en ook naar volwassenen toe? Want je ziet het al als je op straat loopt, dat ik haar soms echt weg moet trekken van afstand houden, weet je. Dus ik denk, ik ben benieuwd. Dus ja, spannend. Dus ik ga met een rare kriebel naar huis, ja. Eén regel wordt er in ieder geval goed ingewreven. En wat is het allerbelangrijkste dat je nu op school moet doen? Handen wassen. Niet alleen de basisscholen mogen vanaf vandaag weer open, ook de kappers. En de telefoon die stond er al roodgloeiend voor een afspraak om die coronabos weer eens even stevig onder handen te nemen. Goedemorgen vriend. Kijk hier, volg de protocol, AUB. Ja. Ik ga mijn haren laten knippen en mijn baard trimmen, scheren. Want dat is wel nodig. Ben je blij Michael dat je weer kan? Ik knip al 25 jaar. Die hele 25 jaar voor het eerst heb ik 2 maanden lang geen haren geknipt. Dus ik ben heel blij om weer te beginnen met knippen. Ja, zo, na 2 maanden weer een tondeuse. Echt lekker. Ik heb mijn tondeuse echt gemist. Ja. Hoeveel dagen ga je werken de komende week? Ik denk 7 dagen. Om alle schade in te halen. Om alle klanten te kunnen helpen. Alle klanten weer blij maken. Voelt het goed dat die baard er weer af is? Ja, het voelt zeker goed. Opluchting. Ook andere professionals in contactberoepen mogen vanaf vandaag weer aan de slag. Ook daar dus blije gezichten. Het voelt geweldig. Ja, ik mag weer aan de slag. Hartstikke gezellig, leuk. Lekker met mijn meiden, lekker met mijn klantjes. Socializen op een beetje een aparte manier met wat aanpassingen. Maar goed, het hart zit er, dus we gaan gewoon vrolijk verder. En nu, bent u blij dat het weer kan gebeuren? Ik ben heel blij. Ze hebben weer mijn handjes vast. Het ziet er straks wel heel mooi weer uit. Want je stopt echt je handen in je zak hoor, soms. Hoe voelt het erop? Je mag weer. Ja, lekker. Eindelijk na 2 maanden. Ja, er moet toch weer wat gebeuren, of niet? Wat ga je laten zetten? Een wc-rol. Het product van het jaar. Dat was toch wat, hè, met al die mensen hè, die dat wc-rol gingen hamsteren. Ik denk, nou een eerbetoon aan de wc-rol. Zo is dat. Is nou alleen maar blijdschap erop of heb je er ook een beetje gemengde gevoelens bij? Ik heb er wel een hard hoofd in, ja. Kijk, dit is een maat van me. Dus dan is het wat makkelijker om iemand te tatoeëren. Maar ja, je weet natuurlijk niet hoe en wat. En ja, als iemand ziek is of... En ja, je wil gewoon niet ziek worden. Je vreest voor je eigen gezondheid. Ja, best wel. Ja. Dit is het resultaat. En je rol wc-papier 2020. Dat schitterend. Een spannende dag vandaag voor Wim Versluis. Hij mag voor het eerst sinds de coronamaatregelen eindelijk weer op bezoek bij zijn moeder in verzorgingstehuis Tijntwaard in Hardingsveld-Giessendam. Een bijzonder moment voor Wim en zijn moeder. Ja, het was ook wel vreemd voor haar, onwennig. En ze was het wel zat op een gegeven moment. Nou maar hopen dat het zo blijft. Ja, u bent de uitverkorene hè, van Zuid-Holland, Zuid-Tiese, die mag. Nog één iemand anders. Ja, hoe voelt dat? Het is wel speciaal. Ja, toch ook wel een beetje speciaal. Ja, ja. Vind het toch wel leuk. Ja. Er zit hier een ijzerdraadje boven, mag u over de neus doen.
En als het niet lukt, dan help ik u. Ik overhandig hem. Ja. Na alle voorzorgsmaatregelen was het moment eindelijk daar. Wim en zijn moeder werden eindelijk herenigd. Ik weet het niet meer precies. Ik dacht 8, 12 al. Ik zei 8, maar... Vandaag proberen we het met de eerste twee bezoekers. En vanaf woensdag gaan we gefaseerd ook de andere bewoners toestaan en toelaten. Laten we zeggen dat we een gezonde spanning hebben. Want we vinden het vooral voor onze bewoners spannend. Voor onze medewerkers is het ook echt weer nieuw. En ik denk dat het vooral voor medewerkers, bewoners en familie, hè, die staan te popelen, heel spannend gaat zijn. Mevrouw Versluis, u kreeg zojuist het bezoek van uw zoon Wim. Hoe was dat? Ja, heel fijn natuurlijk. Dat snap je wel. Hij kwam iedere dag, iedere morgen kwam hij een bakje koffie doen. En nu ineens, bom, niet meer. Ik hoop dat mijn andere zoon ook gauw mag komen. Ja, gewoon echt. Echt eigenlijk wel verrassend dat ik me zo, ja, dat ik zo emotioneel ervan werd. Ja, dat had ik niet verwacht. Maar ja, het was inmiddels, begreep ik van moeder ook al 12 weken dat ik haar niet gezien had. Dus, En ze klopt daar nog, hè? Oh, daar is ze nog. Hoi. Op de intensive care van het Albert Schweitzer ziekenhuis liggen nog steeds 7 ex-coronapatiënten te vechten voor hun leven. Het Dordtse ziekenhuis zet herintreders in om deze coronapatiënten te kunnen verzorgen. Een van die herintreders is de 64-jarige Jan. Dit was, ja, hoe vervelend ook door de COVID, een voor mij golden opportunity om wederom terug te keren op mijn oude nest hier. En dat heb ik met beide handen aangegrepen. En ja, ik voel me als een vis in het water hier. Ook Corrie twijfelde geen moment en ging helpen. We hebben allemaal natuurlijk op de televisie de beelden gezien van China, Italië en ja... Als je dan als vroeger vak intensive care verpleegkundige bent geweest en je weet dat het gewoon heel druk gaat worden op een intensive care en er komen heel veel zieke mensen, dan wil je gewoon graag helpen. En ja, je wil je oud-collega's of collega's ontlasten. Ja, zonder hen hadden we het niet gered. Nee, wij hadden eerst 16 IC-bedden. We zijn opgeschaald naar 32 IC-bedden met in principe hetzelfde aantal IC-verpleegkundigen en artsen. Ja, dat kan niet. Daarvoor heb je echt extra handen nodig. En we weten niet zo goed, komt er nog een piek? Ja, of misschien is de piek niet zo groot, maar komt er nog wel een toestroom van patiënten? En daar moet je natuurlijk wel op voorbereid zijn. Dus we hebben ze zeker nog nodig. Wat wilt u bereiken? Dat ik uiteindelijk volledig gezond terug kan kijken op mijn actieve loopbaan in de gezondheidszorg. De aanleg van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Deze luchtfoto is gemaakt door Bart Hofmeester. En deze ook, de bouw van de Euromast. Van het werk van de in 2001 overleden hofmeester is nu een boek. Het eerste exemplaar werd maandag overhandigd aan voormalig directeur Roland Wondolek van Rotterdam De Heek Airport. Hij was ook een soort van beroemdheid en dat wordt hij nu helemaal met dit prachtige boek. Maar binnen de kleine wereld van de vliegers sowieso een grootheid. En ja... Kijk, er waren veel mensen en er zijn veel mensen die luchtfoto's maken. En dat betekent dan eigenlijk een plaatje schieten vanuit de lucht. Maar dit zijn foto's die echt van een zeer bijzonder niveau zijn, want de compositie is goed. En ze zijn technisch nog eens een keer fameus gemaakt. Hij had goede camera's, een heel goed beeld voor het licht wat je moet hebben. En dit overstijgt letterlijk en figuurlijk wat je zelf zou maken. Het boek Rotterdam vanuit de wolken is er gekomen nadat de Vlaardingse fotograaf Roel Dijkstra het archief van luchtfotograaf Bart Hofmeester kocht. We weten het nog steeds niet helemaal, maar de schatting is zo rond de 2 miljoen negatieven. Zijn al die negatieven inmiddels gedigitaliseerd? Nee, een fractie. Ik denk dat we er op dit ogenblik 15.000 tot 20.000 gedigitaliseerd hebben van de 2 miljoen. Het is een heel mooi lijvig boek geworden. Het weegt meer dan 2 kilo. Er staan prachtige foto's in. En het is iets voor Rotterdammers om hun herinneringen helemaal levend te houden, denk ik. Je kan, in het boek kan je zien hoe Rotterdam eigenlijk is wedergeboren. Rotterdam vanuit de wolken laat de stad zien over de periode 1950-1990. En dan zie je bijvoorbeeld dat de Maasboulevard niet altijd heeft bestaan en dat de oude haven ook echt een haven was. Leuk dat je hebt gekeken naar Welkom bij Rijnmond. Zometeen is er Rijnmond Sport en de presentatie is in handen van Sinclair Bisschop. Voor de laatste ontwikkelingen, hou Rijnmond.nl in de gaten.
Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op Rijnmond.nl of in de Rijnmond-app.